Normaal verkennen wij tijdens onze zoomreizen een streek. Deze keer ontdekken we een land. Dit houdt in dat we meer kilometers malen dan anders. Vandaag was hierop geen uitzondering. We starten onze dag met een morgenbabbel met de schoonmoeder en even later met de eigenaar die duidelijk blij was om nog eens Nederlands te praten. Op aanraden van de schoonmama bezochten we eerst Litomyšl. We keerden hiervoor terug naar Zuid-Bohemen. De stad is groter dan Telč, maar ook drukker door de eigen bevolking. De vele auto's ontsierden het grote marktplein. Het kasteel met omliggende tuinen was wel het klimmetje waard en in de tuin van het nabije klooster staat kunst te bewonderen, onder andere glaswerk, wat hier een rijke traditie zou kennen. Uit het verleden weten we dat de fiets- en wandeltochten uit de gidsen van ANWB Actief de moeite zijn. Na wat zoekwerk vond ik het GPX-bestand van een wandeling in het natuurdomein Makoča. Dwars door de Moravische karst is een wandeling van een kleine 3 uur doorheen de Moravica-kloof, ooit een gigantische grot, tot het dak ervan instortte. Het Müllertal in Luxemburg is mooier, maar we waren blij om de benen te kunnen strekken na het lange zetelzitten vandaag. We staan nu op een camping nabij het meer van Jedovnice. Straks een lekkere douche en paddenstoelen met eieren als avondmaal. Meer moet dat niet zijn. Voor de bozers onder ons, het was een zonnige dag met uitschieters naar 30 graden.